Een hele goede middag en welkom bij het allereerste Easy Mix webinar. Vandaag zullen we jullie graag wat meer vertellen over het bewerken van de website en de webshop. We zullen in de aankomende weken en maanden zullen we een mooie reeks gaan opstarten waarin we continu bepaalde onderwerpen gaan behandelen. Dus vandaag staan echt de meest basale dingen op het programma, hè. Dus hoe ga je een pagina aanmaken? Welke instellingen zijn nu belangrijk bij de start van de website, de webshop? En je hebt kleine quick fixes. Hoe kan ik heel gemakkelijk nieuwe pagina's aanmaken en dergelijke? We zullen straks even het programma van vandaag met jullie doornemen. Dus hierna zal een sheet volgen waarin we laten zien wat we aan bod laten komen. Belangrijk om vooraf te melden is dat deze hele webinar wordt opgenomen. Dus aan het einde van de middag of wellicht morgenochtend zullen jullie een linkje ontvangen met daarbij de opname. Zodat je op je gemakje nog eens alles terug kunt kijken en eventueel op je eigen manier mee kunt doen. Nou, eventueel kunnen jullie tijdens het webinar vragen stellen. Aan de rechterzijde zien jullie een knopje met chat. Als er daarop geklikt wordt, dan krijgen wij hier een melding met een vraag. En dan proberen we die tussen de presentatie door te fietsen, om het zomaar te zeggen. Nou, doelstelling is nogmaals is dat jullie echt bij ieder knopje en tapje binnen het systeem weten wat iets is. En vaak merken we dat er dan aan het einde gezegd wordt, dit is makkelijk. Mocht je nu nog vragen hebben die we inderdaad overslaan, laat het even weten. Nou, zoals jullie weten hebben we binnen Intermix eigenlijk drie soorten met van pakketten. Hier achter mij zien jullie het. Dus enerzijds ijzersterk natuurlijk. Anderzijds PIM en dan de website / webshops. En vandaag staat de webshop echt centraal. Dus daar zullen we alle info, of de website webshop, daar zullen we alle informatie over delen. Dus even van tevoren dat iedereen de juiste verwachtingen daarbij bij heeft. Nou, we gaan het schermpje even delen om te laten zien wat we nu precies gaan doen. Dat hebben we mooi in een sheetje gezet. Dus we gaan het aankomende uur, wellicht 70 minuten, gaan we het volgende behandelen. Allereerst wat zijn alle menu-items binnen die manager? Ik heb heel veel tapjes, ik heb heel veel knopjes, maar waar staat alles nu voor? Waar heb ik wel wat aan? Waar heb ik niet wat aan? Hoe kan ik een nieuwe website-pagina maken? Stel je zegt van, hey, we willen een vacature gaan maken, of we hebben aankomende vrijdag een demo-dag. We bestaan zoveel jaren, willen we een speciale pagina van maken? Hoe kan dat? Er is veel vraag naar de publish en unpublish functie. Dus hoe kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat de vrijdag aanstaande een pagina online komt. Maar vrijdag heb ik eventjes geen tijd. Ik wil het nu doen. Hoe kan dat? Hoe kun je bestaande content op de website of webshop gemakkelijk hergebruiken? Nou, welke basisinstellingen voor Google moeten goed staan om er een beetje goed bij te staan? Redirects en verwijzingen gaan we even doorlopen. We gaan een kort blikje werpen op de statistieken. Zoeken binnen de website. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Wat kunnen klanten vinden? Wat kunnen ze niet vinden? We hebben aan de rechterzijde ook nog een zogenaamde lijstenmodule. Nou, wat kun je hier nou eigenlijk mee? En zijn daar ook nog instellingen belangrijk? We gaan even een formuliertje met elkaar maken. Het meeste wat gedaan wordt is bijvoorbeeld een vacatureformulier of een open dag of voor een catalogus. En we zullen uiteindelijk afsluiten met wat vragen. Maar nogmaals, als je eerder vragen hebt omdat we bij een bepaald onderwerp zijn, dan zal ik dat gewoon als ik jullie was in de chat zetten. En dan gaan we die wel behandelen. Nou, we gaan nu beginnen met het leuke gedeelte. En dat is het openen van de manager. Dus jullie zien, als het goed is, zien jullie nu een voorbeeld. Nou, ik heb even een website voorbeeld gemaakt. We noemen het Wilco's Winkel. Hè. Dat brengt natuurlijk even binnen de gereedschapbranche met een en ander. Wat je altijd aan de voorkant ziet, is het volgende. Dus je ziet de afbeeldingen en dergelijke. Nou, in dit geval hier dus het logo. Dit noemen we natuurlijk de zoekbalk en iedereen heeft een eigen indeling. Nou, hier zie je ook weer een stukje tekst. Hier zie je eventueel weer wat nieuwsberichten. Hier zien we ook weer een menu. Hoe gaan we zulke dingetjes bewerken en hoe kunnen we wat aan de indeling aanpassen? Wat mogen we wel aanpassen? Wat mogen we niet aanpassen? En welk gedeelte op dergelijke pagina's zijn nu belangrijk?
Nou, dat willen we natuurlijk straks gaan doen. We hebben een zoekfunctie, hoe werkt dat en wat moeten we daarmee? En stel je wilt deze volgorde en dergelijke veranderen, hoe kan dat? Dat is even heel basaal wat er wordt gedaan. Nou, we noemen dit dus altijd de voorkant en de manager of het CMS noemen we de achterkant. Als we hier gaan schakelen, zie je dus zogenaamde achterkant. Wat belangrijk is om altijd gelijk te melden, is dat je meerdere rechten kunt hebben. Hè? Dus jullie hebben meerdere collega's. Op het moment dat je zegt, hey, die ene collega die mag bij wijze van spreken alleen een pagina bewerken. De andere collega mag bij wijze van spreken alleen een nieuwe pagina aanmaken. Dan is dat allemaal mogelijk. Dus we kunnen allemaal zogenaamde gebruikers maken. Wat ik van de collega's van support nog moest doorgeven, is inloggen doe je eigenlijk altijd door je website URL te pakken. Dus stel je zegt van hey, www.transferro.com/manager. Dus we krijgen ongeveer, en het ligt wellicht, moeten wij er ook wat mee, een 40-50-tal meldingen per week dat mensen naar intermix.nl gaan en daar gaan inloggen. Nee, je moet echt naar je eigen website URL gaan, probintelde.nl/manager. En daar kun je inloggen. Nou, we hebben nu ingelogd. Word je altijd hartelijk welkom geheten. Nou, hier zie je bijvoorbeeld even de naam. Wat je eventueel ook zou doen is een account kunnen koppelen. Dus als je zegt van hey, ik heb een andere collega met andere rechten, daar wil ik naartoe kunnen switchen. Je kunt altijd je eigen wachtwoord aanpassen. Nou, je kunt gelijk uitloggen. Dus niet gelijk doen, maar die mogelijkheid is er. En je kunt ook nog de tweestapsverificatie instellen. Dan denk je, hey, wat is dat? Nou, lang verhaal kort, dat is een extra beveiliging. Dus dat als je in wilt loggen, dat je op je telefoon nog moet accorderen voordat je erin kunt gaan. Nou, hier hebben we de menu-items die we straks gaan doorlopen. Hier gaan we een en ander doorlopen. En waar we ook aan het begin al nog eventjes willen zeggen, is dat we een zogenaamde vraagtekenknop hebben. Dus op het moment dat je hierop op klikt, dan hebben we ook een en ander aan uitleg voor de manager. Deze uitleg gaan we nu natuurlijk behandelen, maar wil je het op een gegeven moment nog als naslagwerk, adviseren we altijd hier even op het vraagteken-icoon te klikken. Wij noemen dit altijd het zogenaamde hamburgermenu, het welbekende broodje, hamburger broodje. En hier staan de zogenaamde applicaties. Dus je hebt een manager, je hebt een achterkant en die bestaat uit verschillende modules. En al die modules vormen samen je CMS. Nou, wat zijn al die menu-items? Je begint altijd met je pagina's, dus dat zijn alle pagina's, die vind je hier, gaan we straks mee starten. Je ziet de menu's, dus dat zijn je menu-items op je website, die we net bovenaan zagen, horizontaal. Dode links, heel belangrijk, dat is vaak een ondergeschoven kindje, maar dat vergt echt wel even aan. Dat zijn dus mensen die een bepaald link van iets op jullie website hebben, die tikken ze dan in, maar dan komen ze op een foutpagina. Goed om dat in de gaten te houden. Soms heb je bijvoorbeeld een folder en die geef je in mei uit. Nou, die folder die gaat offline, hè, want er is weer een nieuwe folder. Alleen die link van die folder die staat bij wijze van spreken nog op een Facebook, nog op een reclamecampagne, nog ergens in een huis-aan-huisblad. Hey, is het wel handig dat die nu naar de nieuwe folder automatisch gaat doorlinken? Want dan heb je in ieder geval niemand die op een foutpagina staat. Nou, en we hebben hier nog de statistieken. Hele basale statistieken waar we straks even naar gaan kijken om te laten zien. Hey, wat kun je daar nou mee? Hoe werkt dat? Nou, we hebben van tevoren ook wat vragen hebben we gekregen. En die zullen we hier ook in doornemen. Nou, op het moment dat we naar pagina's gaan, zie je dus een overzicht van al jullie pagina's. Ik zie hier adviesgesprek, ik zie maattabel, ik zie reviews overzicht, het team, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is altijd de naam van de pagina. Maar hierachter staan nog een aantal dingetjes. Hier staan nog wat icoontjes. Wat houden die in? Laten we daar eventjes mee beginnen. Ik kreeg al wat vragen over wat is dit zenuwachtige dingetje nu, hè? Dat driehoekje. Nou, daar zullen we ook even naar gaan kijken. Neem even als voorbeeld het team. Nou, zo heet dus de pagina, die gaat over het team, denk ik. Hè? En dan laten we starten met die icoontjes. Als je zegt van nee, die pagina moet helemaal weg, dat is oud nieuws, dan kun je hem hier vanzelfsprekend verwijderen. Hiernaast hebben we het kopieer-icoontje. Als jullie zeggen, hey, we willen een nieuwe pagina en die moet eigenlijk lijken op het team. Dan adviseren wij altijd om gewoon een kopietje te trekken en dat dan te gaan bewerken. Waarom? Nou, dan heb je in ieder geval de goede indeling. En wat voor heel veel mensen fijn werkt, is dat je automatisch al teksten hebt ingevuld. Als je die teksten namelijk al hebt ingevuld, dan weet je een beetje hoe het eruit komt te zien hoe je het moet bewerken. Nou, pagina bewerken doe je altijd door het potloodje te klikken. En wat betekent nou het groene icoontje? Nou, het groene icoontje betekent dat het online staat. Dus hè, mensen kunnen die URL benaderen.
Dus ik heb er even eentje uitgezet. Die zie je bijvoorbeeld die referenties. Hey, die hebben we even niet gepubliceerd. Dus mensen kunnen dat niet vinden. Op geen enkele manier. Hoe hebben ze de URL? Enzovoort, enzovoort. Zij kunnen daar niet komen. Dan hebben we nog het oogje. En dat is het voorbeeld. Dus als we hierop op klikken, op het oogje. Dan opent hij een zogenaamde preview van die pagina. Dit is het team. Nou, dan zegt hij, hey, zo ziet die pagina eruit. Dan weet je in ieder geval weer waar je bent. Nou. Prefix kom ik zo even bij. Wat belangrijk hierbij is, is nog voor search engines. Dat betekent, hey, staat alles goed voor Google? Als er een dergelijk icoontje staat, dat betekent, hey, er valt nog wat te winnen voor Google. Dus deze pagina moet je eigenlijk nog iets aanpassen. Wil je goed gevonden worden en moet alles er netjes uitzien. Dan zie je hier ook nog tapje site search. Dat betekent van, hey, deze pagina kan gevonden worden. Als iemand op jouw website, hè, we lieten net even dat balkje zien. Dus zou ik wel even teruggaan. Hier gaat zoeken. Die zegt van, hey, deze pagina mogen ze bijvoorbeeld niet vinden. En dan kun je dat ook uitvinken dat mensen die betreffende pagina's kunnen vinden. Wat wij vaak zien is, stel je hebt aankomende week een barbecue met het personeel intern. En je wilt toch even wat informatie delen. Kun je makkelijk een paginaatje op je website doen. Maar je klanten hoeven niet te weten dat jullie die barbecue vrijdag hebben. Dus dan kun je die pagina alleen zien op het moment dat jullie een URL'tje bijvoorbeeld in een groepsapp app sturen. Nou, dan kun je hem daarvan van uitsluiten. Nou, laten we even starten met een hele nieuwe pagina maken. En dan zou ik aan de voorkant willen benadrukken. Kijk, je ziet hier algemeen, je ziet hier de website, enzovoort, enzovoort. Je ziet bedankpagina's, je ziet bestelstatus. Wat is dat nou? Dat zijn de zogenaamde categorieën. Die zullen straks even terugkomen. Nou, we gaan hier bijvoorbeeld op nieuw klikken. En wat wij tegenwoordig heel vaak zien is dat mensen zeggen, hey, we willen een formuliertje bijvoorbeeld gaan maken. Of we willen een pagina maken met meer informatie. Nou, dan vragen we bijvoorbeeld van advies. Gesprek, aanvragen noemen we bijvoorbeeld de pagina. En wat dan belangrijk is om gelijk even naar te kijken. Als wij op opslaan klikken. Dan zie je, zul je dus zien dat dat tapje verdwijnt. Dan ga je naar content. Dus dan krijg je gelijk een voorbeeld. Maar wat nog belangrijker is. Als je teruggaat naar algemeen. Waar we die pagina hebben gedaan. Is dat die automatisch een URL pakt. Dus als wij nu naar de website URL gaan en we plakken dit erachter, dan weet je van, hey, dit is die pagina die er is. Nou, op die manier, als je dus wat aanpast aan je paginanaam, dan verandert ook vaak, eigenlijk 99 van de 100 gevallen, die URL. Dus zo kun je daar een beetje mee spelen. Nou, belangrijk om te benoemen is dus dat je publish en unpublish hebt. Op het moment dat jullie een pagina maken, dan kun je ook zeggen, hey, recent voorbeeld is dan en dan, tot dan en dan is die folder geldig. Nou, weet je, na die datum moet die van het web af, want dan gelden die aanbiedingen niet meer. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, hey, de 30e moet die eraf. 'S avonds om 12 uur automatisch zal het systeem die update gaan doen en zal die automatisch die pagina gaan verwijderen. Dus daar hoef je dan zelf niet meer in de gaten te houden. Wat je ook kan zeggen is van, hey, we maken vandaag al die pagina voor volgende week dinsdag. En dan zou je kunnen zeggen, hey, volgende week dinsdag, dan moet ik wel de goede datum pakken. Dat is de 4e. Dan mag die bijvoorbeeld live. Nou, kun je hier ook nog een categorie meegeven? Doen heel veel van jullie doen dat wel. Maar dat geeft heel veel structuur. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, hey, deze komt in de categorie beveiliging. Deze komt in de categorie intern. En zo kunnen we dat allemaal een beetje structureren. Dus ik zeg bijvoorbeeld intern. Waarom ik net het voorbeeld van die barbecue gaf, je kunt ook een pagina uitsluiten van een zoekresultaat. Dus als jullie zeggen van, hey, binnen Google gaan ze zoeken op een term, dan mogen ze onze pagina niet binnenkrijgen. Nou, waarom mogen ze die pagina niet binnenkrijgen? Die pagina mogen zij niet binnenkrijgen omdat er gevoelige informatie op staat. Dan kun je hem hier dus uitsluiten van een zoekresultaat en dat houdt in dat die dus niet opgenomen wordt in de zoekmachines. Nou, we klikken nog even op opslaan. We hebben hier een en ander gedaan. En dan gaan we naar tapje content altijd. En daar kun je je pagina vullen. Belangrijk om hierbij te melden. Is dat je altijd verschillende objecten hebt. En we krijgen heel veel vragen. En die vragen was ook vooraf ingestuurd. Waarom wordt dit rood? Nou, je hebt zogenaamde dynamische objecten. Dat zijn die objecten die per pagina anders zijn. En je hebt vaste objecten die op iedere pagina hetzelfde zijn. En je logo is natuurlijk best een behoorlijk relevant iets. Hè, op je website of webshop. Daarom kun je die hier niet aanpassen. Nou, die rechten kunnen wij altijd nog wel aanpassen. Maar dan weet je, hey, als die rood is, dan moet ik hem op een ander plekje aanpassen.
hey, deze, kan ik die wel of niet aanpassen? Ja, die is groen, dan kun je iets aanpassen. Nou, menu kan ik niet aanpassen, want die hoort bij een andere module, moet ik dat aanpassen. En zo weet je dat verschil. Nou, theoretisch gezien zou je een gebruiker kunnen aanmaken die echt werkelijk waar alles kan aanpassen. Nou, mocht dat zo zijn, dan weet je dat op die manier te regelen is. Wij vergelijken een website eigenlijk, of een websitepagina, altijd met Duplo ook. Hè. Dus je hebt verschillende blokken en daarmee maak je gebouw. Dus dit is het blokje van het menu, dit is het blokje van het logo, enzovoort, enzovoort. En die objecten die zie je hier dus aan de linkerzijde. Dat zijn pagina-objecten. Nou, je ziet dus dat het eerste pagina-object is een tekst. Nou, vraag die we net binnenkregen, wat betekent die 12-12? Nou, we zeggen een websitepagina, die heeft een zogenaamde grid van 12 breed. Dus dit tekstblok is over de hele breedte. Nou, dan zal een slimme verstaande gelijk snappen dat de tekst links, hey, die 6-12, dat is dus een halve pagina. Ook als je hierheen gaat, dan zul je dus zien dat hij dat voorbeeld hebt. En zo kun je dat gelijk zien. Nou, op het moment dat je zegt, ik wil dat aanpassen, dan klik je hierin en dan kun je dus teksten kun je toevoegen. Nou, wat wij dus hier zeggen is bijvoorbeeld, hey, het gaat over een adviesgesprek. Nou, adviesgesprek, laten we het even zeggen dat het over hoordeuren gaat. Hè. Dat is vandaag de dag interessant. Nou, dan kun je het gelijk op opslaan klikken, maar waar je rekening mee moet houden, is dat je met verschillende vormen te maken hebt bij een websitepagina. En dat noemen wij altijd de koppen. Voor Google, die zegt, hey, je moet onderscheid maken in je pagina. Dus je hebt een zogenaamde titel, net als bijvoorbeeld bij een Word document, daaronder een stukje een inleiding en dan een stukje tekst. Nou, wij adviseren daarom altijd om je titel een kop 1 te maken, daaronder een klein stukje kop 2 en dan gewoon je tekst. Maar dan ziet Google inderdaad wat jij het belangrijkste vindt. Nou, dan pakt hij automatisch die stijl daar eventueel bij. Nou, je ziet hier het adviesgesprek voor een hoordeur, die staat erin. Als jij nu over heel de breedte je tekst wil gaan toevoegen, hey, dan moet je in dat 12-12 blok gaan. Zeg je van nee, ik wil een stukje tekst links en een stukje tekst rechts. Nou, dan pak je hier die desbetreffende zaken of een afbeelding erbij. Nou, we gaan nu even een tekstje links doen. Op het moment dat je dat doet, dan kun je hier op klikken. Nou, net als bij Word kun je hier dus je tekstje dik drukken. Je kunt hier de grootte kun je aanpassen, enzovoort, enzovoort. Nou, een paar onderbelichte zaken wellicht die makkelijk zijn en waar nu een en ander aan vragen over komen is. Nou, kan ik bijvoorbeeld ook een afbeelding daar toevoegen of een stukje video? Ja, kijk, hier zou je eventueel een afbeelding kunnen invoegen. Dan klik je hierop en dan kun je hier een afbeelding toevoegen. En hier zou je bijvoorbeeld een YouTube linkje kunnen pakken. Dus dan pak je de bron, dat is YouTube. Nou, zet die automatische playbutton erop. Zo kun je heel gemakkelijk YouTube-video's op je website plaatsen. Klik hier op opslaan. Op het moment dat we daar weer op klikken, zul je zien dat automatisch hier die tekst staat. Zo kun je dus gemakkelijk je pagina in zijn geheel bewerken. Ik zie de eerste vragen al binnenstromen, dus ik ga even kijken welke dat zijn. Nou, nogmaals, je ziet hier al die website-objecten en pagina-objecten. Wat we net bedoelden te zeggen, hey, de pagina-objecten, daar vind je ze alleen op deze pagina van. De website-pagina, dat zijn de objecten die op heel de pagina of de website hetzelfde zijn. Als je natuurlijk het logo aanpast of de taalswitch, dan verandert die gelijk op iedere pagina. Nou, op die manier een goed idee om al je pagina's gemakkelijk te vullen. En dan hebben we ook nog een tapje SEO. En dat moeten we niet vergeten. Hè? Search Engine Optimization. Hey, hoe stel je het nou in dat een pagina goed wordt gezien en gevonden bij Google? Nou, je hebt een zogenaamde SEO tag en Open Graph tag. Gaan we terug naar de pagina. Dan zul je zien dat er hier dus die zenuwachtige tekentjes staan. Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent, hey, dat is nog niet goed ingevuld. En dat willen we denk ik toch eventjes goed benoemen. Dus stel, je hebt een dingetje voor het adviesgesprek. Nou, dan gaan we hier eventjes heen. En dan gaan we dus naar het tapje SEO. Nou, dan heb je een handmatige invoer, die kun je dan aanvinken. En dan zie je dus een meta-title, meta-description en meta-keywords. Dan zou je zeggen van, hé, wat is dat nou allemaal?
op het moment dat je gaat zoeken naar Intermix. Nou, dan krijg je in Google krijg je Intermix. Dan zie je hier een hele grote blauwe tekst. En je ziet hieronder zie je een tekstje. Nou, het is wel zo leuk dat als de resultaten komen in Google van jouw website, dat er een beetje netjes uitziet. Dus dat dit zeg maar het juiste aantal tekens hebt. Hè, dat het niet allemaal puntjes hebt, dat het afgekapt wordt. En hieronder die tekst die moet ook pakkend zijn. Mensen krijgen natuurlijk, vergelijk dat met een bibliotheek. Er staan hier 10 of 5 boeken. Ja, die kijken ook hier een beetje wat spreekt nu het meeste aan. En moet er net de tekst zijn, overzichtelijk. En moet je trekken naar die website. Deze tekst kun je dus handmatig in de manager kun je aanpassen. Dan moet ik wel naar het goede scherm gaan. Dus hier kun je zeggen, hey, dat is die meta-title. Dat is dus die grote blauwe balk die altijd in Google staat. Nou, laten we beginnen met een hoofdletter. Adviesgesprek. Nou, dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen horen. Nou, op het moment dat we op opslaan klikken, dan zal het heel eventjes duren, maar dan gaat Google dat op die manier oppakken. Op het moment dat je zegt van hey, die tekst daaronder willen we ook aanpassen, dan kan dat vanzelfsprekend ook en dan is dat die meta description. Wat je heel vaak ziet is dat daar natuurlijk een beetje een aanlokkelijke tekst staat. En op het moment dat mensen dan in Google staan, dan moeten ze door die tekst getriggerd worden door die tekst om erop te gaan klikken en naar die website te gaan. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, vraag hier, even kijken, vraag hier heel gemakkelijk een adviesgesprek aan. Nou, dan kun je dat hier nog aangeven. Dan klikken wij op het tapje opslaan weer en wat belangrijk is dat je hier ziet dus dat die optelt. Dus het aantal tekens wat je in Google hebt is maximaal 170. Nou moet je niet overheen gaan want het staat lelijk en dan wordt die afgekapt. Krijg je een zogenaamd strafpuntje. Hier tekent die dat gewoon netjes af en kun je dat neerzetten. Nou, hebben we nog het tapje meta keywords. En dat betekent van hey, je hebt een hele grote pagina bij wijze van spreken gemaakt over allerlei onderwerpen. Maar welke 4, 5 woorden zijn nu het belangrijkste. Stel dit gaat over horen. Dan zijn de belangrijkste woorden horen, adviesgesprek en bij wijze van spreken Wilco's winkel. Ik zeg eventjes wat. Nou, daar legt hij dan dus de nadruk op. Hebben we nog een tapje met meta-robots. Dat betekent van hey, mag Google deze pagina vinden? Net eigenlijk weer een beetje hetzelfde als net. Kun je zeggen van hey, je mag de pagina niet indexeren en niks volgen. Dan weet je dat niemand die link niet heeft, ooit op die pagina zou kunnen komen. Nou, hieronder zie je de sitemap vermelding. Kun je eigenlijk vergeten, want als je deze aanpast, past deze ook goed aan. Maar daarmee kun je echt zaken uitsluiten. Nou, belangrijk is wel dat je deze dus altijd eventjes checkt of dat goed staat. Staat er een goed aantal regels? Staat er een goede titel? Smoelt dat een beetje? Dat zal zorgen dat mensen er eerder op klikken. En wat een beetje ook een ondergeschoven kindje is, is die open graph. Dus dat is dat dingetje eronder. Nou, wat is dat nou? Heel vaak wordt een linkje van jullie gedeeld. Hè? Je zegt bijvoorbeeld van hey, www.probin.com/folder, www.transferro.com/50 jaar, ik zeg maar wat. Die linkjes worden natuurlijk op WhatsApp wel eens gedeeld. Die worden op Facebook gedeeld, op LinkedIn, op andere sites. En wat je dan ziet is een zogenaamde voorvertoning van jouw pagina. Ander voorbeeld, stel je hebt een fotoalbum op je website en die deel je. We hadden zelf bijvoorbeeld dit weekend een website hadden wij gebouwd voor een vaartocht. Nou, die werd helemaal gedeeld overal. Ja, dan moet er natuurlijk wel een goed fotootje staan van die vaartocht en niet van het andere event. Nou, dat kun je hier altijd doen. En dan kun je handmatig dat invoeren. Dan klik je hier eventjes op. En dan kun je zien, hey, als mensen die link delen, dan moeten ze het een en ander zien. Ik heb hier even een voorbeeldje gedaan. Zoals wij hier bijvoorbeeld de URL van Intermix inzetten. Dan doe ik het even zo, Ctrl-C. Deze zou ik ook nog even nasturen. Dan klik ik op start. En dit is wat we bedoelen. Kijk, hier heb je natuurlijk een stukje tekst, heb je altijd. Een stukje tekst eronder, hier het logo. Nou, bij ons kan dat beter. We moeten dat logootje dus nog eventjes veranderen. Dat zullen we even doen. Maar hier kun je dat neerzetten hoe het op Facebook en dergelijke getoond moet worden als je wat deelt. En dat kun je dus zelf aanpassen. Je kunt er hier ook een afbeelding bij uploaden. Als je zegt van hey, we gaan een actie over een grasmaaier gaan wij online zetten. Die grasmaaier die gaan we op Facebook delen. Dat is een hele goedkope grasmaaier. We doen alleen even dat linkje doen we bij Facebook toevoegen.
ja, dan moet je niet de foto zien van, bij wijze van spreken, een steiger. Maar dan moet je die grasmaaier zien. Klik je op opslaan en dan past hij die link zo aan. Nou, dat is dat. Wat hier nog belangrijk bij is, is al iedere wijzigingen die je altijd op je website maakt, die kun je nog handmatig verwerken. Er komt namelijk een tapje boven te staan, want er staan 7 pagina's klaar voor publicaties. Dat betekent dat we de afgelopen kwartier, of half uur is het al, dat we daar een en ander aan wijzigingen hebben toegevoegd, die op meerdere pagina's moeten geaccordeerd worden. Hier klik je dan op. Op het moment dat je hierop klikt, dan ga je ze echt publiceren. He, dus we hebben net een metatitel aangepast, we hebben een nieuwe pagina gemaakt, enzovoort, enzovoort. Als we dat allemaal het wereldwijde web in willen slingelen, kunnen we hier dan matig accorderen en op starten klikken. Nou, dat is dat. We gaan het even doen en het wordt aangepast. Nou. Helemaal goed, die wordt op die manier aangepast. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de basale zaken voor, voor het maken van een pagina. Dus je kunt hier opnieuw klikken. En zo'n pagina met een, met een naam naar wens maken. Waar we iets verder erop ingaan, moet je er eigenlijk ook rekening mee houden dat als jij een nieuwe pagina maakt, dat je ook kan zeggen van hey, wil ik op deze pagina bijvoorbeeld een formuliertje, wil ik op deze pagina nieuwsberichten. Dan heb je zogenaamde document types. En dat betekent welke indeling wil je. Nou, die gaan we nog even snel voordoen. Zeg hier bijvoorbeeld, hey, we willen een pagina met een formulier. Nou, dan moet je eigenlijk wel een indeling, een type, een document type pakken, waar een formulier op past. Op jullie nieuwspagina staat bijvoorbeeld geen formulier. Ja, wil je dan die nieuwspagina indeling aanhouden, krijg je straks problemen om te zeggen, hey, hoe ga ik het formulier invullen? Nou, we doen bijvoorbeeld deze even met solliciteren noemen we die pagina. Als we dan zeggen, hey, document type formulier. Dan zien we hier dus dat er een formulier op die pagina staat. Nou, daar komen we straks even wat dieper op in. Maar dan houdt er al rekening mee dat je dat op die manier doet. We hebben nog andere document types. Dus we gaan hier naar een nieuw. En zeggen we, hey, we willen eigenlijk hetzelfde indeling als over ons. Of we willen een vacature gaan doen. Nou, dan pakt hij dezelfde indeling als de vacature. Dan zeggen we bijvoorbeeld, hey, mijn magazijn. Hebben we een vacature voor? Nou, dan wordt de pagina wordt magazijn. En doordat we nu hebben gezegd, we willen de indeling van de vacature. Zal hij daar gelijk rekening mee houden. En zal hij daar als het ware een vacature al neerkomen te zetten. Nou, dat is denk ik wel een quick win. Sorry. Stel je zegt van, hey, we hebben een team intern en extern. Nou, we hebben nu hier het interne team. Ik wil nog zo'n pagina wil ik maken. Dan is een andere quick win is om even op het kopieer icoontje te klikken. En dan zie je dat er een pagina gekopieerd wordt. En die kun je dan automatisch bewerken in het kopieer. Ik kan hierboven zoeken naar die pagina's. Dus hier weet ook niet iedereen. Kun je heel erg gemakkelijk zoeken bij alles. Nou, als je die dan hebt gevonden, dan klik je erop. En dan kun je die desbetreffende pagina kun je bewerken. Dus je ziet nu gewoon een exact kopie van de pagina die we hebben gekopieerd. En je wensen en wijzigingen kun je hierop op maken. Wat hier echt heel belangrijk is, is dat je altijd bij algemeen dan ook even de paginanaam aanpast. Want anders zet hij een hele lelijke pagina, zet hij een hele lelijke kopie in. En in de URL doet hij dat dus ook. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld intern team maak ik ervan. Om belangrijk om te noteren is dat je hier op opslaan klikt. Wanneer je hier op opslaan klikt, zie je dus dat hij bij URL ook die paginanaam intikt. Nou, hebben we dat het meeste gehad? Gaan we even naar het volgende tapje om het wat leuker te houden, dat stapje statistieken. Je kunt natuurlijk allemaal pagina's aanmaken, maar wat werkt nu wel goed en wat werkt nu niet goed, dat kun je altijd op basis van je statistieken doen. Ik ga hier even naar een voorbeeldje. Stel je gaat hier naar het tapje statistieken, ik ben even geswitcht van site, dan zie je dus de statistieken. Je ziet aantal bezoeken en aantal unieke bezoeken zie je. En hier hebben we een paar vragen over gekregen. Belangrijk om het eerst wat we moeten melden is dat al onze sites zijn gekoppeld met Google Analytics. Dat houdt in dat zij natuurlijk bijhouden wat er allemaal rondom je site gebeurt.
Wij hebben dat als het ware in een Jip en Janneke versie gegooid en in onze manager hebben we dat neergezet. Nou, dat staat dus onder het tapje statistieken. Heel veel vragen krijgen van, krijg ik maar zo weinig bezoekers bijvoorbeeld, of werkt dit nou? Wat heel echt belangrijk is om te noteren, is dat dit over de afgelopen 30 dagen gaat. Dus je moet niet denken van, heb ik nu het afgelopen jaar op mijn contactpagina maar 417 mensen gekregen? Nee. Wij doen het in eerste instantie altijd over de afgelopen 30 dagen. Wat hierin ook belangrijk is, is dat we dus inderdaad die basale statistieken hier neer hebben gezet. Mochten jullie nu nog meer statistieken willen zien, dus je wilt echt zien waar komen ze vandaan, hè? Komen ze uit Zwolle, komen ze uit Maastricht, noem het maar op. Dan kun je zelf in Google Analytics inloggen. Nou zeg je, ik weet even niet hoe dat gaat. Kun je altijd even naar support@intermix.nl een mailtje sturen. Dan voegen wij jouw e-mailadres toe aan Analytics en dan kun je voortaan gewoon inloggen met je eigen account. Kun je er net wat dieper op ingaan. De andere vraag die we zojuist binnenkregen, wat betekent dit streepje? Dit streepje staat altijd voor de homepagina, dus hè, dat is de eerste. Je ziet ook het aantal bezoeken op de homepagina is dus 3448. Dat is het aantal bezoeken. Aantal unieke bezoeken is daarmee 2793. Mijn oogjes worden ook iets minder, dus ik zie het niet helemaal goed, maar als het goed is het 2793. En dat houdt in dus dat er 3448 keer iemand op de homepagina is geweest. En het zijn 2793 verschillende mensen. Ja, dus sommige mensen zijn er 2 of 3 keer bij wijze van spreken geweest. Dus het aantal unieke computers of apparaten dat op je website bij de assortimentspagina geweest zijn er 328. En sommige zijn dus meerdere keer geweest. Dus 497 keer heeft die pagina ergens opengestaan. Nou, zo kun je dat natuurlijk allemaal kijken. Om even een voorbeeld te nemen op het volgende onderwerp. Is stel je gaat een advertentie. Of wij stonden zelf bijvoorbeeld in de Mix Pro stonden wij vorige week. Dan maken wij altijd een apart paginaatje even. Dus dan zetten we bijvoorbeeld www.intermix.nl/mixpro. Die doen wij dan in onze manager maken. En daar zetten we bijvoorbeeld de informatieknop bij. Hoezo? Nou, dan weet je, die link stond alleen in die folder. Kunnen we even goed uitrekenen hoeveel views zijn er daardoor dus op onze website geweest. Ander voorbeeld is, stel je hebt een reclamebord hier langs de weg. Ja, ga je dan gewoon www.intermix.nl doen of doe je bijvoorbeeld www.intermix.nl/reclamebord. Ja, dan kun je weten van, is die investering nu wat waard? Nou, zo kun je dat allemaal zien. Kun je naar beneden scrollen en zie je wat wel en wat niet bent. Stel, op de webshop heb je het zoekscherm. Hè? Dus je hebt bij wijze van spreken, althans niet eens bij wijze van spreken, je hebt hier een zoeken. Is het ook heel erg belangrijk voor jullie om te weten, waar wordt er nu op gezocht? Want we kunnen zelf wel denken dat Makita het belangrijkste voor ons is. Maar misschien wordt er wel heel de dag op WD-40 gezocht. Dan moeten we dat misschien een betere plek geven dat het zoeken gemakkelijker is. Nou, dan heb je hier ook nog een tapje zoekwoorden. En dit werkt dus alleen al heb je een zoekfunctie op je website. Dus Intermix zelf heeft geen zoekfunctie op de website. Dus bij ons zul je hier niks vinden. Nou, in dit voorbeeld zie je dus de zoekwoorden. Wat je hier dus ziet is dat er op deurbel 112 keer is gezocht. En wat je daarachter kunt zien is, is er een artikel gevonden? Ja, we hebben dus een deurbel in ons assortiment. Is er een project gevonden? Nee, er is geen project gevonden waarin we deurbel hebben genoemd. Is er een platte pagina gevonden? Nee. Is er een artikelgroep gevonden? Is er een Google paginaatje gevonden of een nieuwsberichtje? Nee. Om dit heel kort door te gaan, stel, er staat bij schroeven staat er dat er 1000 keer op gezocht is en jij verkoopt geen schroeven. Misschien toch eens nadenken om wat schroeven in de webshop te gaan zetten. Of een ander merk, nou, zo kun je dat een beetje interpreteren of hier zie je hoordeur, er is heel veel op gezocht, hè, 61 keer. Maar er is geen artikel gevonden. Nee, dat klopt omdat een hoordeur 9 van 10 keer op maat is. Nou, dan kun je er toch aan gaan twijfelen om een hoordeur op jouw webshop te zetten. En dan bijvoorbeeld met een offerteknop. Dan heb je in ieder geval altijd een zoekreuzeltaat. Zo kun je dat een beetje interpreteren. En op die manier kun je zo kijken wat er bij jou nu het belangrijkste is. Wat ook leuk is trouwens bij de statistieken. Wij hebben zelf bij Intermix hebben wij een teampagina natuurlijk. En dan kijken ze van op welke collega wordt er nou het meest geklikt hè, die de afgelopen maand. Zou jullie niks verbazen dat de vrouwen daarin veruit bovenaan aanstaan. Maar het is wel grappig om dat op die manier te zien. Nou, hier heb je dus die statistieken.
En ja, doe er je voordeel mee. Wil je het nou van meer dan 30 dagen inzien? Log in bij Google Analytics. Weet je niet hoe dat moet? Stuur even naar support. Maar er valt veel winst uit te halen. Het bruggetje hier naartoe was natuurlijk de dode links. Ondergeschoven kindje ook dit is. Hey, we hebben dode links in de website. Dat betekent dat bij wijze van spreken dit artikel, reiniging, reparatie. Dat heeft iemand vanaf dit device, hè, dus vanaf een... Vanaf Google bijvoorbeeld gezocht. En die is nergens op terechtgekomen. Nou, zonde, die meneer die klikt bijvoorbeeld ergens op en die krijgt een foutmelding. 9 van de 10 keer gaan ze gelijk weg. Of gaan ze natuurlijk denken van hey, die gasten die hebben hun website niet goed bewerkt. Het voorbeeld wat ik net benoemde zien we heel veel. Is hey, die folder gaat van de website af. Hup, pagina wordt verwijderd. Maar die link staat nog op Facebook of andere mensen delen dat nog, krijgen een foutpagina. Nou, dat is altijd een beetje zonde. Dus wat ik dan vaak doe, is hey, die pagina met die oude folder, die verwijs ik even naar de nieuwe folder. Zie je die dode links? Deze is dus een dode link. Wat je hier dus zou kunnen doen, is zeggen van hey, stel een doorverwijzing in. Zeg je, hey, stuur maar gewoon naar de home. Dan zet je gewoon zo'n slashje zet je neer. Deze dus, en dan zet hij hem automatisch naar home. Zo kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk dode links hebt. Als je op een gegeven moment natuurlijk heel veel dode links hebt, dan denkt Google ook van, hey, je houdt je website niet goed bij, we gaan jou wat naar beneden zetten, want je hebt geen relevante zaken die je noemt. Nou. Wat je ook, hè, stel je gaat, hebben een oude website en een nieuwe website, dan moet je natuurlijk die URL-structuur houden, dus moet je hier ook altijd naar kijken. Maar dat zijn wel leuke dingen om in de gaten te houden, zodat die foutpagina niet te vaak getoond hoeft te worden. Waar ik dan gelijk even op in wilt haken, is het volgende. Je hebt ook die fout opgetreden pagina natuurlijk. En die kun je ook nog een beetje, die zetten wij als standaard voor iemand neer. Hey, fout opgetreden. Je kunt even bijvoorbeeld naar je eigen website gaan. Dan kun je er een slashje achter zetten met bla bla bla. Die pagina bestaat 9 van de 10 keer niet. Dan weet je, hey, hoe ziet onze foutpagina eruit? Kun je enigszins een leuk grapje van maken, maar je kunt daar bijvoorbeeld ook een grote button voor de home op doen, zodat mensen in ieder geval wel worden getriggerd om ze daar binnen je website te krijgen. Even kijken, weer een vraag zie ik. Nou, dat is over een verwijzing, dus dat is gelijk het volgende tapje, dus dat is een goede. Wat je hier ook kunt maken is een verwijzing. Dus je zegt bij wijze van spreken van, op het moment dat iemand gaat naar www.bouwmarkt.nl/reclame, dan moeten ze gewoon naar de homepagina gaan. Maar dan weten wij in ieder geval wel hoe vaak ze reclame hebben gedaan. Wat wij bij wijze van spreken ook hier weer hebben gedaan, hè, is inderdaad van hey, de URL die we hebben gemaakt met /mixpro. Hey, die mag gewoon naar een ander artikel gaan. Kun je doorverwijzen. Dus als mensen dan naar www.intermix.nl/mixpro gaan, dan komen ze bij wijze van spreken gewoon op de website van EasyPim of iets dergelijks uit. Maar dat kun je hier allemaal instellen. Wat ik zelf bijvoorbeeld ook een mooie vind wat wij hebben gedaan, is www.intermix.nl/facebook. Als je daar naartoe gaat, dan kom je automatisch op onze Facebook. Dus dan hebben we hier bijvoorbeeld gewoon gezegd, hey, URL is /Instagram. Nou, dan zou je denken, hè, slash. Ja, hij pakt altijd hiervoor de URL. Hij weet in welke manager je aan het werk bent, dus hij weet automatisch wat dat is. En dan kun je bijvoorbeeld hier doorverwijzen naar www.instagram.nl/, enzovoort, enzovoort. En dan pakt hij dat. Dus doe daar je ding mee. En dat is ook leuk, hè, dat je bijvoorbeeld zegt van hey, www/folder. En dat je die dan altijd iedere maand naar de juiste folder verwijst. Dus je hebt bijvoorbeeld bmazzelkop.nl/folder. Op het moment dat mensen daarna klikken, gaan ze gewoon iedere maand naar een andere URL. Maar wel naar de URL waar de juiste folder op staat. Zo kun je dat ook in je e-mailhandtekening zien we dat wel eens. Hè, dat ze dan bijvoorbeeld /e-mail doen. Dan weten ze in ieder geval waar er veel op geklikt wordt. En wat dat is. Even kijken of er nog meer vragen komen. Nou, zal ik straks even kijken. Nou, stel je statistieken. Je hebt hier weinig tot geen of nul statistieken. Dan kan het ook zijn dat je zelf je analytics hebt aangemaakt. En dan moet je het dan wordt het bij jullie eigen analytics bijgehouden. En dan moet je het daar gaan kijken. Nou.
Even kijken, hebben we hier nog één ander tapje. En dat is het zogenaamde menu-tapje. Ik switch hem even. En daar worden jullie menus worden daar bijgehouden. Je hebt altijd verschillende menus. Dus we gaan even naar deze site, hè, die we even als voorbeeld hebben gedaan. Nou, dan zie je overwinkel, Wilco's winkel, klantenservice, contact. Dit zijn altijd menu-items. Dit zijn menu-items, deze. En wat je dan niet moet vergeten is dat je beneden ook menu-items hebt. Nou, dit menu zal ongetwijfeld klantenservice heten. Dit menu zal wel contact heten. Dit menu zal wel assortiment heten. En dit menu zal wel social media heten. We gaan hier dan naar het tapje menus. En dan zie je hier inderdaad, hey, dit is het hoofdmenu. Dit heet menu klantenservice. Dit heet het menu topmenu. Dus dat is helemaal dit menu bovenaan. Wat je bij een menu-itempje even in de gaten moet houden is het volgende. Dus je hebt hier het hoofdmenu, die neem ik even als voorbeeld. Dan zie je, hier zie je de titel. Hier zie je van, hé, wat gebeurt er als mensen op die link klikken? Nou, dan gaan ze naar de pagina home, hier gaan ze naar de pagina assortiment. En hier zie je dus ook bijvoorbeeld publish en unpublish. Wat mensen van tevoren hadden gevraagd, kan dat? Ja, je zou bij wijze van spreken een menu-item kunnen aanmaken met weekend deal, ik zeg maar wat. En die moet er op maandagochtend automatisch uitgaan. Want dan is het geen weekend meer en dan is het niet belangrijk. Nou, dan kun je die menu-items kun je hier bewerken. Nou, wat je hier nog ziet bij het tapje zichtbaarheid is, hey, als mensen op de mobiele telefoon zitten, kunnen ze dat menu zien? Ja, en als ze op de computer zitten, kunnen ze dat ook zien. Hier zie je bijvoorbeeld dat op mobiel worden iets meer menu'tjes getoond dan op de desktop, dus dan op de PC, om dat verschil te hebben. Nou, dat kan je op die manier doen. En hier kun je nog zeggen, hey, stel iemand logt in, hè, moet hij dit item dan ook zien? Nou, dat is dus het knopje login. Moet je dus niet zien als je ingelogd bent, want dan ben je ingelogd. Dan is dat hier aan te passen. Een andere vraag die we kregen is, hoe kun je die volgorde verwijderen? Kijk, ook bij ieder menu zie je weer een plusje, een potloodje, een prullenbakje en een sleepicoon. Stel je zegt van, hey, wij willen over ons willen wij op de tweede plek hebben. Dan hou je je linker muisknop in. Kun je die hier bijvoorbeeld slepen en dan zou je die volgorde kun je aanpassen. Nou, wil je hem verwijderen, kun je hem hier verwijderen. Maar wat wij altijd adviseren is het volgende. Dus je hebt hier bijvoorbeeld over ons. Ga het menu-itempje even pakken en dan kun je hier bijvoorbeeld zeggen, hey, ik ga hem publiceren. Nee, dan zou ik even zeggen, doe maar unpublishen. Dus hey, vanaf gisteren mocht hij niet meer online staan. En dan haalt hij dat menu-itempje eruit. En dat is wel heel belangrijk. Want als je hem dan een keer een ander menu-item wil of je wil hem toch weer terug hebben, dan is dat een kwestie van één klik. Nou, hier zien we unpublished, 25.6. Dus gisteren is die geunpublished. En daardoor is die sinds gisteren niet meer te zien. Nou, net als bij platte pagina's is het ook belangrijk dat je bij je menu-items altijd even lekker ververst. Dan gaat hij heel het menu opnieuw verversen. En dan zal hij die volgorde automatisch gaan aanpassen. En zal hij eventueel dit desbetreffende menu-item eruit halen. Nou, wat je verder nog zou kunnen doen is submenu'tjes maken of een heel menu-item maken. Wat daar altijd belangrijk is om te melden, stel je zegt van, hey, ik heb het hoofdmenu, hè? Daar wil ik een extra item bij. Dan moet je bovenaan op het plusje klikken. Zeg je van, hey, ik wil onder projecten wil ik drie submenu's. Ik wil een project gereedschap, ik wil een project beveiliging en ik wil een project tuin en park. Nou, dan kun je dus op het menu-item klikken en daar, als je daar op het plusje klikt, dan maak je een submenu. Wat even belangrijk is te melden is dat als je dat nu nooit hebt, hè, dus je hebt nog geen submenus, dan kan het zijn dat je heel even contact moet hebben, dat we de styling goed zetten. Hè. Standaard staat bijvoorbeeld zo die menu-itempjes eronder, maar dat is vaak een ABC'tje. Nou, zo zul je heel gemakkelijk menu-items kunnen maken. Nou, we hebben net bijvoorbeeld dat formuliertje of die pagina gemaakt over advies. Nou, stel dus je zegt, ik wil bovenaan wil ik een menu-item advies. Dan klik ik dus hier op het plusje. En dan zeg ik, ik wil advies. Wil ik als naam erbij. De meeste doen is zeggen, nou hup, ik heb het geregeld. Het is advies en het staat klaar. Nou, de meest gemaakte fout is, als je dan natuurlijk op die menu-item klikt van advies, dan moet je wel ergens naartoe gaan. Dat kan op twee manieren. Dan kun je zeggen, hey, als je op advies klikt, dan wordt de actie naar /advies.html. Nou, hoe kwam je er ook weer achter wat die URL was? Die staat bij het tapje algemeen, hè, van je pagina. Zal ik straks even nog snel laten zien. Wat ik adviseer altijd is om naar een pagina koppelen te gaan. Dan kun je hier kijken van, hey, welke pagina moet die openen? Waarom? Als je dan natuurlijk de naam een keer van je pagina verwijdert of zo voor,
enzovoort, enzovoort, dan past hij automatisch dat aan, want hij is gekoppeld aan die desbetreffende pagina. Nou, ik zeg dus, hey, als mensen daarop klikken, dan moeten ze naar de pagina van het adviesgesprek gaan. Nou, die kan ik hier aanvinken. Hij gaat even laden en hij zal die actie gaan doen. Ook hier weer, hè, zorg dat het eventjes verwerkt wordt. Nou, we gaan publiceren, starten. En dan zal hij dat op het gemakje gaan doen. Dus nogmaals, je kan die pagina koppelen of je kan hier gewoon een linkje invullen. Wat we wel eens zien is dat bijvoorbeeld iemand zegt, hey, we hebben de webshop op een andere URL. Of we hebben bijvoorbeeld een tak beveiligen en die staat op een andere website. Dan zou je hier ook een linkje in kunnen vullen van je andere website. Vanzelf sprekend. Maar dat kan op die manier, kun je dus heel gemakkelijk je menu-items aanpassen, slepen en bewerken. Nou, stel je zegt, ik wil over ons wil ik dus een submenu-item, dan klik je niet op dat bovenste plusje, maar dan klik je hier op het plusje en dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, over ons, ik wil intern en extern team, hè, om er even het voorbeeld te doen. Nou, dan pak je hier dus een submenu-item. Dan zul je dus zien dat die hier nu een plusje krijgt, dan weet je van hé, hey, er vallen dingetjes onder, namelijk intern en extern. Zo kun je een beetje met die menu-itempjes spelen, de volgorde aanpassen en dat kun je gemakkelijk doen. Wat we tegenwoordig een beetje in opkomst is, dat je bijvoorbeeld zegt, hey, actie, dat je daar een menu-item van maakt. Of nu is het bij wijze van spreken, het barbecue-seizoen is even een menu-item met barbecues. Nou, zo kun je dat op die manier doen. En dan kun je gewoon een linkje ook inzetten naar jouw webshop-pagina. Dan pak je die link van die desbetreffende pagina. Als je bovenaan een menu-item barbecue hebt, dat je gelijk op die pagina van barbecues kom, of dat je bij wijze van spreken zegt, hey, heel veel mensen gaan nu het groen van de tegels halen en zetten we boven menu item snelle tip voor het groen en dan gaat gelijk naar dat artikel en kun je daar een itempje van maken. Even kijken hier. Zien we dus dat dit menu was. En zo kun je daar een beetje mee spelen en zou je natuurlijk vanzelfsprekend heel die indeling kunnen aanpassen. Wat we dan ook nog hebben op de site, daarom wilde ik maar even laten zien, is bijvoorbeeld deze items. Dit zijn nieuwsitems. En wat je ook vaak hebt, is bijvoorbeeld op een teampagina, alles wat wij in rijtjes hebben. Dus nieuws heb je vaak in een rijtje, projecten heb je vaak in een rijtje, je teampagina heb je vaak in een rijtje. Dat heet bij ons een zogenaamd lijstenobjectje. Dus je kunt pagina's bijwerken, dat kan op deze manier. Maar soms zul je zeggen, nou, ik wil mijn nieuws wil ik bij gaan werken. Of ik wil die medewerkerspagina gaan bijwerken. FAQ wil ik gaan bijwerken. Hey, hoe doe ik dat? Kan ik dat gewoon doen bij de pagina's? Hey, dan zie ik hem niet tussen staan. Of je gaat naar de pagina nieuws en dan zul je zien dat het rood eromheen komt. Hoe kan ik dat dan bewerken? Nou, dan kan het vaak zijn dat het in een andere module is. En hoe je van module kan switchen is dus dat lijstenmodule. Je ziet hier allemaal modules. De meeste zijn voor jullie momenteel niet relevant. Maar wat we wel hier jullie eigenlijk allemaal hebben opengezet is die lijstenmodule. Als je daarop klikt, dan zie je dus dat je in iets andere omgeving staat. En daar zegt, hey, op jouw website hebben we lijstjes. Hè? Dus die zijn gerangschikt. Zodra er een rangschikking bij is, dan komt uit de lijstenmodule. Dus bijvoorbeeld, hey, het nieuws, je projecten, je USP's. En je vacatures, dat zul je daar vaak zien. Nou, ook hier zeg ik bijvoorbeeld van, hey, we willen een nieuwsberichtje willen we aanpassen. Dan kun je opnieuw klikken, dat is door heel het systeem hetzelfde. Hè. Oranje is altijd klaar voor een actie, dan ga je dat maken. Nou, wat kun je dan doen? Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, hey, ik wil dat berichtje verwijderen. Ik wil deze kopiëren, ik wil deze nog aanpassen. Hey, welke was dit ook weer? Een klik op het oogje of je klikt op opnieuw. Nou, stel je zegt, dit nieuwsberichtje wil ik bijwerken. Nou, dan kun je hier de naam kun je eventueel aanpassen. Je kunt tekstje inleiding doen. Je kunt een stukje content eraan passen. De afbeelding. Ook hier kun je bijvoorbeeld zeggen van, hey, we zijn met Koningsdag, waren we dicht. Nou, de dag na Koningsdag is dat geen nieuws meer. Dus doen dan maar unpublish. Nou, wat ik zelf altijd wel doe is van, hey, laat er gewoon zo lekker zoveel mogelijk nieuwsberichten op staan. Want ook Google vindt dit weer fijn, hè, dat hij zegt van, hey, je bent heel veel met je website bezig, je plaatst iedere week een nieuwsberichtje. Dat vinden we belangrijk, dus daarmee geven we jou wat credits dat je zoveel tijd en energie in steekt. Nou, zo kun je dus je nieuwsberichtjes aanpassen. Wat je het meeste zal doen is natuurlijk een nieuw berichtje maken. Dus om even
Stel je hebt je jubileum, kun je hier een verhaaltje bij maken. Een stukje content, nou, kun je eventueel kun je hier nog een afbeelding bij uploaden. En dan zeg je bijvoorbeeld, hey, deze afbeelding wil ik erbij doen. Klik je op opslaan en dan zal dat nieuwsitempje gemaakt worden. Wat ook hier weer belangrijk is, is dat tapje SEO. Als dat nieuwsberichtje namelijk gedeeld wordt op Facebook en dergelijke, welke afbeelding wil je dan dat Facebook erbij pakt? Welk stukje tekst wil je dat Facebook erbij pakt? En welke grote blauwe titel moet erbij? Stel iemand zoekt in Google naar iets, kunnen ook je nieuwsberichten daarbij komen. Hoe wil je daar weer dat dat grote blauwe teken wordt weergegeven, dat dat stukje tekst wordt gegeven? Daarom probeer altijd een beetje op dat tapje SEO te letten. En dan weet je in ieder geval zeker dat het overal goed wordt getoond. Nou, hier pakken we dat bericht even weer van het jubileum. Dat kun je hier aanpassen. Wat andere vragen zie ik over afbeeldingen. Kijk, je kunt hier dus een afbeelding kun je altijd toevoegen. Dan zie je hier allemaal van die mapjes. Maar je kunt hier ook bestand uploaden doen. En dan kun je kijken van, hey, wat staat er nu allemaal op mijn computer? Dan heb je hier bijvoorbeeld het bureaublad, daar staat een afbeelding op. Nou, dan zal ik even kijken welke afbeelding de Heikoki afbeelding staat erop. En dan kun je hem zo aanpassen. Maar wat nu ook een vraag is, hey, ik zie hier allemaal mapjes. Hoe kom ik aan die mapjes? Nou, je ziet hierboven dat je dus op je rechter muisknop kun je klikken, kun je een nieuw mapje maken. En dan kun je het zo structureren. Dat je bijvoorbeeld zegt, hey, dit is een mapje van juni, zeg maar wat. En zo kun je afbeeldingen, kun je dus nu in het mapje juni kun je doen. Even kijken, weer een vraag. Ja, wat ook belangrijk is inderdaad, goed dat het gemeld wordt, is dat je ook een beetje op de titel van je afbeeldingen let. Dus je kunt hier op het potloodje kun je klikken. En dan kun je bijvoorbeeld bij afbeelding kun je meegeven Heikoki machine-aanbieding. Dan past die dus die titel van jouw afbeelding past die aan. Als je nu naar bijvoorbeeld de website gaat en je klikt hier op je rechter muisknop, afbeelding opslaan, als, dan zie je dus makitabol.png, dat de afbeelding zo heet. Stel, er komt een keer een klant of weet ik veel wie komt op je website en die wil die afbeelding eraf halen. En er staat een hele rare naam bij, moet je altijd eventjes op letten. Maar anderzijds, als mensen nu bij Google gaan zoeken naar Makita Boor en ze klikken op afbeelding, dan kan deze wel eens naar voren komen, want hey, dit is een Makita Boor en zo heet die afbeelding. Zo heet die afbeelding ook. Dus stel je zegt, hey, we willen gevonden worden op een grijze boor van Makita die in de aanbieding is, dan kun je bijvoorbeeld je afbeelding ook even noemen Makita afbeelding actieboor. Ik zeg maar op, maar let er even op dat er nooit rare teksten staan of iets dergelijks, want je zult niet de eerste zijn. En hier door je rechter muisknop kun je inderdaad die mappenverdeling maken en dan kun je iets meer structuur krijgen. Wat wij heel vaak ook opmerkingen over krijgen, stel je hebt natuurlijk hier heel veel afbeeldingen, op een gegeven moment ga je er eentje uploaden. Dus laten we deze even pakken. Dan komt hij erbij, maar hij opent hem niet gelijk. Nu, hey, daar staat hij aan. Nu heb je een klein overzicht, dus je ziet hem hier. Wat ik altijd zelf dan doe, is hier zoeken op dit naampje. Of ik klik hierop. En dan zeg ik, hey, doe maar op datum selecteren. En dan pakt hij de nieuwste, pakt hij bovenaan. De nieuwste is natuurlijk degene die je net hebt toegevoegd. Dus deze kun je ook altijd op selecteren. Ja. Hier zie je nog een tapje met een mapje. Hier moet je eigenlijk nooit aan zitten. Als je daarop klikt, dan zegt hij van, dan worden al die afbeeldingen beveiligd. Nou, klinkt hartstikke leuk, hè? Want dan kan nooit iemand die afbeelding zien. Maar stel je gebruikt die afbeelding op de website, dan wordt die op de website ook niet meer getoond. Dus als je opeens afbeeldingen kwijt bent, dan weet je van, hey, misschien heb ik hierop op geklikt. Een hele veilige manier om het allemaal te doen. Maar het is wel vaak een beetje gevaarlijk voor de weergave in de website. Maar zo kun je ook die afbeeldingen toe gaan voegen en daarmee gaan spelen. Nou, hier zie je ook het voorbeeld van projecten. Nou, dat zijn dus die lijsten. Gaan we even terug naar de pagina's en menu's. En we hebben hier bijvoorbeeld het tapje adviesgesprek. Wat we net met elkaar aangaven is van, hey, op het moment dat je een nieuwe pagina gaat maken, dan kun je die indeling kiezen. Veel mensen vroegen is van, hey, ik gebruik bijvoorbeeld nog Google Docs of we weten niet hoe we een formuliertje maken of dat doen we nog steeds met een andere
systeem. En dat kan hier ook gewoon. Dus ik kies bijvoorbeeld voor het formulier en zeg je bijvoorbeeld beveiliging. Even kijken hoor. Beveiliggesprek hadden we het er bijvoorbeeld over. En dan klik je op opslaan en hebben we document type formulier. Nou. Hij zet dan standaard op het formuliertje neer. Maar je kunt ook op dat formuliertje klikken en zeggen, hey, ik wil een ander formulier hier tonen. Nou, misschien heb je al een leuk formulier, maar je kunt hier dus ook gewoon zelf een formulier maken. En dat kan dus in de formuliermodule. Dan gaan we hier even, dat hebben we voor de goede opletter, dat is een van de laatste puntjes die we gaan behandelen. En dan kun je hier een formuliertje gaan maken. Nou, klik ik opnieuw, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, hey, beveiliging. Beveiligingsaanvragen, zo noemen we het even. Heb je heel veel velden, je hoeft er eigenlijk maar een paar te vervullen of in te vullen. Wat wel belangrijk is, is om vooraf te melden, niet iedereen heeft hier de rechten voor, want een formuliertje is net wat lastiger dan een pagina. Mocht je dat nou wel willen, dan mail het even naar support, zorg dat ze dat vanmiddag regelen. Dus zo kun je wel hele leuke formulieren maken en dat is tegenwoordig best wel belangrijk, hè? Mensen gaan misschien niet per definitie een aankoop doen, maar willen ze of solliciteren, willen ze een gesprekje over een hoordeur op maat laten inmeten, de vacature, ga je niet iedereen meer een catalogus sturen, maar moeten mensen hun gegevens opgeven, zodat ze die catalogus dan pas krijgen, enzovoort, enzovoort. Nou, probeer het eens met een formuliertje. Nou, de tekst van de verzendknop is dus verzenden. Nou, kun je nog een categorietje ook even doen. Nou, belangrijk is van, hey, als mensen dat formulier invullen, op welke pagina moeten ze dan komen? Dan kun je eventueel een bedankpagina maken. Hey, bedankt dat je hebt gesolliciteerd. We nemen contact op, bla bla. Enzovoort, enzovoort. En wat je dan ook nog moet aanwijzen is laat de verzendknop zien. Die andere kan ook wel. Alleen die zijn voor nu even denk ik niet relevant. Dat is echt als je met heel veel extra opties wil spelen. Laten we er eerst maar op die manier mee beginnen. Nou, je kunt een formulier maken. Maar dan moeten er wel velden zijn die ingevuld zijn. Dit is het allerbelangrijkste. En die velden noemen wij natuurlijk die tapjes. Je gaat naar velden. Je klikt opnieuw en dan zeg je eigenlijk van, hey, wat voor veld wil ik? Moet iemand iets invullen? Moet hij een keuze maken? Moet hij een cv uploaden? En dan heb je hier al die types. Nou, ik heb iets meer rechten hierin gesteld, maar wat je het meest gebruikt is natuurlijk gewoon een tekstveldje dat iemand wat in moet vullen. Nou, dan kun je hier zeggen, hoe moet dat heten? Nou, dit is dus naam. Nou, naam. Klik op opslaan. Heel veel opties heb je, maar die zul je niet per definitie gebruiken. Maar dan weet je in ieder geval dat het allemaal mogelijk is. Nou, dan hebben we een naampje toegevoegd. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, hij moet zijn geboortedatum. Nou, dan moet je voor de datum kiezen. Hey, hij moet met radiobuttons, zijn van die buttentjes, moet hij wat doen. Of je kan hier bijvoorbeeld zeggen, nee, we willen gewoon een tekstveldje dat hij ook nog even opgeeft van uw vraag. Belangrijk is natuurlijk dat je hier altijd een veldje bij maakt met e-mailadres of telefoon, zodat je even wel contact kunt opzoeken. En als iemand een aanvraag doet, dat hij wel degelijk wat van zal kunnen horen. Ik zit even te kijken waar ik die ziet. Mijn ogen laten me enigszins in de steek. Nou, dan zeggen we hier bijvoorbeeld het tekstveld weer. En je moet even hier 06 moet je opgeven, telefoon. Als het goed tikt, dan ziet het er nog wat netter uit. Maar het gaat even om het idee. En nou, daar hebben wij een formulier gemaakt met drie velden. Nou, wat je dan dus ziet is, hey, we gaan naar die pagina. We gaan naar die pagina adviesgesprek die we net hebben gemaakt als het goed is. En zeggen wij, nu gaat dit formulier staat erin. Maar we moeten het andere formulier hebben. Volgens mij heet die beveiligingsaanvragen. Nou, dan klikken we op opslaan. En nou, dan pakt hij inderdaad dit formulier. Wat jullie bij die formulieren ook nog kunnen bijhouden dus. Dus je hebt hier bijvoorbeeld een contactformulier. Dan zie je ook die reacties van hey, wie heeft er gereageerd. En dan kun je die altijd exporteren naar Excel of doorsturen. En je hebt hier nog een tapje e-mail. En dan kun je zeggen van hey, als die klant dat formulier invult, dan krijgt hij een mailtje. Wat moet daarin staan? En als iemand natuurlijk een offerte aanvraagt, moet ik of mijn collega moet dat wel gelijk oppakken. Moet er gelijk gaan bellen, laten weten, hey, bedankt. Maar je kunt ook een automatisch berichtje sturen. En in dat automatisch berichtje kun je dus wat tekst opnemen van hey, bedankt. We nemen binnen 48 uur contact en dergelijke met elkaar op. Nou, waar die formulierenmodule het meeste worden gebruikt is natuurlijk het aanmelden van een cursus.
Maar je kunt het ook intern gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld, hey, we hebben een BHV-cursus. Wie schrijft zich intern in plaats van dat je allemaal met Google Docs gaat werken of met die WhatsApp-groepen? Kun je het zo structureren? Wij zelf, die gebruiken het bij wijze van spreken, gaan binnenkort een bedrijfsuitje. Hey, wie is erbij? Heb je nog ideeën? Ander leuk idee dat wij bijvoorbeeld hier ook intern hebben is. Ja, dat je je vragen en opmerkingen hebt, een paginaatje voor. En dan kun je zeggen van, hey, heb je een ideetje voor het volgende bedrijfsuitje? Of zeg je van, hey, bij onze werkplekken moet dit of dat veranderen. Of ik heb advies. Nou, dan heb je een soort met van inbox. Maken we zo'n formuliertje voor. Die reacties komen bijvoorbeeld bij Marcel Peres binnen. En die kunnen daar op die manier weer wat mee doen. Sollicitatieformulieren kunnen erbij. Nou, in de branche van de bouw en techniek zien we heel veel dat. Mensen bijvoorbeeld zeggen, hey, wil je dat we meedenken met een groot project? Vul hier even je gegevens in, komen op je project kijken. Wil je dat er een vertegenwoordiger langs kan komen? Nou, het leuke daaraan is dat je bijvoorbeeld ook in je e-mailing daar weer naartoe kunt linken. Nou, dat kan op die manier allemaal. Gaan we weer eventjes terug naar de pagina's en menu. Wat je hier dan dus bij dat adviesgesprek ook zou kunnen doen, is dat je zegt, nee, die gaan we weer kopiëren als we een nieuw formulier hebben gedaan. Ik kreeg ondertussen een vraagje door, zie ik. Nou, die ging over de afbeelding. Dus ik open nu even een pagina van maattabel. Als je daar afbeeldingen ziet, of dat je die afbeelding ook kan verplaatsen. Nou, het hele simpele antwoord is eigenlijk nee, je kunt hem niet slepen. Als je bijvoorbeeld een afbeelding in een mapje hebt en je zou deze hier naar het tapje Flex gaan, dan kan dat niet, dan kun je het best kun je hem even uploaden. Dus je kunt hem niet inderdaad slepen naar een ander mapje. Dus dat is een kort antwoord, lijkt me. Nou, ik krijg door dat we enigszins aan de tijd zitten. En om iedereen zijn focus erbij te houden, dat we even geen nieuwe dingetjes meer uitleggen. Mochten jullie vragen hebben, stel ze even. Het lijkt me goed om nu daar naartoe over te gaan. En dan zou ik ondertussen deze 10 minuten de vragen gaan behandelen. En om niet een hele stilte van te maken, heel ongemakkelijk, zou ik ondertussen toch nog wel even wat dingen gaan herhalen. En nogmaals, stel je vragen via de chat en dan komen ze hier, als het goed is, allemaal netjes binnen, zullen we ze even gaan behandelen. Ik zie er al eentje binnenkomen. Ja, zoeken. Nogmaals, hoe deden we het zoeken? Krijg ik binnen de pagina's en menu's. Je ziet die boven dit. Zeg je van, hey, ik wil de pagina van team behandelen. Klik hier even in team en je ziet dat. En categorieën, dat zijn deze. Dus je kunt hier de categorieën waarin je je pagina's hebt onderverdeeld, kun je die hier neerzetten. Andere vraag, als ik mijn pagina op unpublish zet en hij hangt aan een menu-item, kan ik deze dan nog vinden? Nee, dus stel je hangt en je doet de pagina die achter dit menu-item staat. Doe jij unpublish, dan geeft hij een foutmelding. Dus dan moet je het menu-item ook eventjes weghalen. Goeie vraag. Wat is dat? Ja, dan zie je die search engines. Dat betekent dus dat je het niet zelf hebt ingevuld. Dus bij deze pagina zie je een driehoekje. Dat betekent hier dus dat er iets niet gevuld staat. Dan gaan we hier naar tapje SEO en zien we inderdaad, hey, deze zijn nog niet gevuld. Ga je die handmatig vullen door hierop te klikken. Wat we net zeiden en goed instellen voor Google, dan zal het zenuwachtige driehoekje weggaan. En dan weet je dat dat ook weer goed is. Ja, is alles gelijk zichtbaar van je wijzigingen? Nee, zowel bij het menu als bij deze publicatiefunctie kan je het beste hier gelijk even op klikken en dan gaat hij het vernieuwen. En dat geldt ook voor de pagina's. Ja, dus dan is altijd even een handmatige toestemming, zeker controle voor nodig om dat op die manier te doen. Ja, en ook hier hebben we weer het vraagteken-icoontje. En dan staat, als alles goed gaat, en staat die uitleg daarbij. Nou, nogmaals, denk ook belangrijk om te benadrukken dat je als je een menu-itempje aanmaakt, dat je dan ook altijd even een paginaatje koppelt.
Nou, we gaan hier even naar het adviesgesprek pagina. Dat ik nog een vraagje zie ik hier. Is er een mogelijkheid om de route in de mappenstructuur timen, denk ik, zodat je niet bij het nieuwe invoer het GIA, dat is nog niet mogelijk, maar die zet ik wel inderdaad even op de lijst, want die, ja, dus daar, dat is nu nog niet, niet mogelijk. Nee. Bij nieuwe pagina's krijg ik nog een vraagje. Ja, dus nieuwe pagina kun je gewoon hier opnieuw klikken. Je zou bij wijze van spreken voor meerdere mensen rechten kunnen instellen. Dat zullen we bij wijze van spreken zelfs die knop nieuw zou je kunnen verwijderen dat die dat niet kunnen doen. Categorie uitsluiten van zoeken. Even kijken, als ik een formulier... Ja, dus wat je het beste kunt doen met een formulier maken. Er staan heel veel, dat is een andere vraag. Als ik een formulier wil maken met vaste selectiemogelijkheden. Ja, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld een bestaand formulier kopiëren. Dan pas je even die naam aan, dan heb je al die, die velden al. Wat ook heel goed is, dat je bijvoorbeeld hey, aanmelden cursus. Zie je hier die, ik dacht misschien dat daar velden stonden. Kijk, contactformulier gaan we even doen. Dan zie je de verschillende velden. En je kunt ook bijvoorbeeld zo'n radio-button kiezen, dus type velden. Of je kunt bij wijze van spreken een keuzelijstje laten maken door mensen. Dan kunnen ze niet wat zelf tikken, maar dan kunnen ze alleen de door jou ingegeven keuzes kunnen ze selecteren. Ja. Dus bij die formulieren, wat ik zelf altijd nogmaals doe, is één groot formulier aanmaken. En daar zit je dan even voor. En dan de keren daarna doe ik altijd even een kopietje maken. Zodat, en dan verwijder ik gewoon de velden die ik niet heb. Dus één groot formulier van 10, 15 velden. En die kopieer ik iedere keer. En dan verwijder ik de velden die niet relevant zijn. Want ja, dan heb je in ieder geval niet zoveel werk daaraan. Volgens mij loopt het droog met de vragen. Mocht er nog eentje zijn, laat weten. Je kunt ook altijd even vanmiddag gewoon mailen naar support of naar info@intermix of naar Wilco@intermix. En deze middag zijn we daar sowieso voor beschikbaar natuurlijk. We hebben morgen nog een ander webinar. Die gaat volledig over die Google module. Dus we hebben het nu over die platte pagina's gehad. Je hebt hier natuurlijk ook die Google pagina module. Dat is een hele module die... totaal gericht is op het beter vindbaar maken op specifieke woorden. Dan kunnen jullie vanzelfsprekend deelnemen en anders krijg je die ook weer doorgestuurd in je mailbox. Deze herhaling hiervan die zal zoals gezegd einde middag of begin morgenochtend ook bij jullie in je mailbox zijn. Kun je net als op YouTube kun je de gehele webinar slepen. Als je een gedeelte wat ik me goed voor kan stellen saai vond of waar we te snel of te langzaam gingen, kun je daar naartoe gaan. En ja, op die manier proberen we dit te doen. Zal er rond volgende week weer een mailing uitgaan voor een nieuw webinar. Hè? Dus we hebben nu echt die pagina's even bazaal gedaan. Dan gaan we morgen die Google pagina's doen. We zullen bijvoorbeeld ook het artikelbeheer, de conversie gaan bespreken in later webinars. Zo hopen we stuk voor stuk wel echt op een rustige manier alle elementen te benutten. En door te nemen zodat je echt ja, overal optimaal gebruik van kan maken. Nou, bij deze wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. We zullen her en der wat gaan bijschaven. En het is even een beetje zo wennen natuurlijk. Wat ook goed is om te vermelden. Stel je zegt van ik heb wensen. We moeten echt een fotoalbum gaan. Of een nieuwsbericht gaan plaatsen. Moeten we gaan bespreken met elkaar. Stuur het vooral naar ons. En dan zullen we daar echt webinars voor gaan beleggen. En ja, hopen zo met elkaar stappen te maken. Nogmaals bedankt. En ik wens jullie nog een hele fijne middag.